zijn wij begonnen als NEMO, wandelorganisatie NEMO. En wij waren een beetje een stoute wandelclub. Dus ja. Wij wilden over allerlei paden wandelen waar je eigenlijk niet mocht wandelen. Die boeren of villa-bewoners hadden afgesloten omdat het zo mooi bij hun tuin paste. Dan gingen wij daar juist wandelen in de hoop dat we veel publiciteit zouden krijgen om die paadjes weer open te krijgen. En als mensen naar de IJsvogel willen komen kijken, dan moeten ze dus hier op bellen. En dan wijzen wij ze naar de kijkhut, van waaruit je dus een heel mooi zicht hebt op de IJsvogelwand. Tree in my own backyard stands all alone. There's food for me and it tastes so good. Where's my pretty bird? Nou, dit is dan onze kijkhut, zelf gefabriceerd. Met stoeltjes en een scherm. Dus als je hier lekker rustig gaat zitten, dan is zeker in deze tijd, nu, de kans, nou, ik mag wel zeggen 100% dat je die ijsvogel te zien krijgt. Want hij zit steeds vlak voor het nest. Ze zijn heel erg schuw, hè? Dus zo gauw ze beweging zien vooral, zijn ze weg. Maar hoe zijn jullie ooit zo'n 25 jaar geleden hier in Westerpark terechtgekomen? Nou, ik ben een oude buurtbewoner. Echt, ik woonde 30 jaar geleden al in de J.M. Kemperstraat. En wij werkten eerst thuis. En een andere collega van ons, wij woonden ook in de buurt. Wij woonden thuis. En toen was er eens een keer iemand van de stadsdeel. En die zeiden van, goh, we hebben zo'n behoefte aan kleine organisaties zoals jullie. Willen jullie niet een kantoorruimte ergens in de buurt? Nou nee, wat moeten we daar doen? Weet je wel, we werken thuis. Nee, jullie moeten groeien, jullie moeten verder. Wij bieden jullie een kantoorruimte aan. Nou, dat is ook zo gebeurd. In de Frederik Hendrikstraat zijn we toen begonnen. En toen moesten we daaruit, want het was een slooppand. Maar dat was niet erg. Daarna gingen we naar het begin van het Westerpark, waar nu de Billy zit. Daar moesten we uit vanwege het ouderkindcentrum, wat inmiddels ook alweer weg is. Zo gaat dat allemaal. En toen hebben we 7 jaar geleden hebben we dit prachtige Nemoland aangeboden gekregen van het stadsdeel. En dat is een unieke plek, een uniek natuurgebiedje op het terrein van de schooltuinen. Ja, dit is ook een soort droombos. We doen hier soms verhalen vertellen we voor kinderen of we doen theaterachtige activiteiten, vooral voor kinderen ook. En dan hebben we een watergeest die er altijd een rol in speelt en die woont een beetje hier. Waar is dat naartoe gegroeid? Is nou, dat geëvolueerd? Vanaf dat wij hier zaten, het was een moeilijke keuze voor ons, want voor de leden werd het een beetje moeilijk, want dit is zo'n onvindbare plek. Niemand kon ons terugvinden hier. Je ziet het helemaal verscholen in het bos met een poel. En bovendien staan hier overal hekken omheen. Dus we dachten wel van ja, we kunnen daar wel gaan zitten. Maar niemand die ons ooit nog vindt daar. Dus wat moeten we daar dan doen als wandelaars? Ja. Dus wij hebben ons aangepast aan onze omgeving. Hè, heel natuurlijk. Dus wij zijn meer een natuurorganisatie geworden. Die ook nog wel wandelt. Maar het accent ligt op natuurorganisatie. En met name op moestuinieren. Dus we hebben hier op het terrein van de schooltuin een grote moestuin al een aantal jaren. En wij hebben op het Bredius-terrein, bij het Bredius zwembad, een grote moestuin in beheer. En wij produceren voor de voedselbank. Dus we zijn eigenlijk helemaal omgeschoold vanwege de plek. We dachten, deze plek is zo fantastisch. Die moeten we gewoon benutten, die moeten we gebruiken. Dus we hebben ons omgeschold naar natuur- en wandelorganisatie. Hoeveel leden hebben jullie ongeveer? Nou, we hadden er. Als je zegt hadden jullie, dan kan ik geloof ik 4000 zeggen. Ja. En hebben, nou, 300. Misschien wel leuk is om te vertellen. We hebben hier bordjes met stiltegebied voor de ijsvogel. Maar ook één keer per jaar komt hier de avondvierdaagse van die Westerpark organiseert. Dus de avondvierdaagse Westerpark komt één avond hier precies langs. Echt op 2 meter afstand van de ijsvogelwand lopen ze dan. Maar de kinderen zijn allemaal heel goed geïnformeerd. Ook op school, al van tevoren. En ter plekke, overal borden. Men vertellen alles over de ijsvogel, dat hoort ze dan ook bij. Alle kinderen weten het. Al jarenlang doen ze dat en heel vaak kinderen
in de buurt hier, staatje de buurt, hoor je al zeggen van, oh, dat is van die IJssel. Shhh, zeggen ze dan meteen van, oh ja, dat weet ik. Dus ik denk dat heel veel kinderen nu weten van het bestaan van de ijsvogel. Hoe hebben jullie ooit die keuze gemaakt om in Polen eigenlijk ook een verblijf te hebben, een vestiging te hebben? Wij hebben heel veel wandelreizen georganiseerd in heel Europa, onder andere ook in Polen. Dus we gingen 20 jaar geleden, organiseerden we zelf al wandelreizen in Polen. Dus we zagen hoe ontzettend mooi land het is. En we zochten eigenlijk een vaste plek voor die 4000 leden die we toen nog hadden. Omdat we daar met wandelweken naartoe kunnen, dan een vaste plek gewoon van waaruit al onze leden nou een goede plek vinden om te wandelen en om te blijven met vakanties. En ook om te werken daar in de natuur, voetpaden vrijmaken. En dat was een soort fantasie eigenlijk jarenlang, totdat het op een gegeven moment ergens een opening was en wij een fantastisch landgoed daar min of meer aangeboden kregen. En daar zijn we toen gewoon vol fantasie op ingestapt en daar zitten we nu al 15 jaar. De stadsdelen zijn opgeheven, alle bevoegdheden en ook eigendommen, bezittingen van de stadsdelen, die zijn naar de centrale stad gegaan. En het hele schooltuin gebeuren, dat van Amsterdam is gebundeld tot één dienst, valt onder onderwijs. En daar is een interim manager aangesteld die alles moet stroomlijnen, moet harmoniseren, zoals ze zei. We hoorden dat pas van deze week. Harmoniseren, centraliseren, wat ook bij de UvA gebeurt en bij woningbouwcoöperatie, bij de sociale dienst, bij DWI, het managen van het hele werkveld, het rationaliseren van het hele werkveld. En dat betekent voor de schooltuinen dat alles wat niet past in het pure schooltuinwerk, dat moet weg. En wij doen eigenlijk precies wat de schooltuinen ook wil aanbieden. Dus ook iets met eten, met de buurt. Maar ze willen dat vanuit hun eigen diensten doen, vanuit hun centraal geregeld. En dat passen wij niet in. Dus we kregen deze week te horen dat we dat de huur wordt opgezegd. Waarschijnlijk, maar dat is, ze hadden zoveel argumenten dat het ook zeker is. En onze buurtmoestuin voor de voedselbank wordt ja, gaat weg, we moeten dat opgeven, dus we worden feitelijk ontruimd. Eigenlijk moeten we altijd strijd leveren omdat we zo'n vreemde organisatie zijn. We zijn een beetje vreemde eend in de bijt, we passen niet in vakjes en hokjes. En gelukkig hebben we van het stadsdeel altijd veel steun gehad. Ook een aantal jaren geleden hebben ze toch met een beetje veel aandacht die we daarvoor hebben gevraagd, hebben ze het huurcontract zo aangepast dat we inderdaad medegebruikers konden vinden. Mensen die ook gebruik willen en kunnen maken van deze prachtige plek. Dus dat is vooral zijn groepen die hier mediteren, die yoga doen. Een Tibetaanse boeddhistische groep. In die hoek mensen die echt deze natuur gebruiken als inspiratiebron. Waar je al die zilveren dingen ziet, dat is de Soelensoeptuin, heet die. De Soelen is genoemd naar een oud landgoed wat hier heeft gestaan in de 18e eeuw. En daar verbouwen wij dus voor de voedselbank in de Spijndammerbuurt, in de Hebronkerk. Peter, ja. Kan jij vertellen wat Nemo te wachten staat? Nemo betekent niemand. Dat is een beetje onze wapen in de strijd. Dat klinkt een beetje Gandhi-achtig. Een soort de weg of Lucebert. Alles van waarde is weerloos. Maar ik geloof dat de kracht van juist dat we niemand zijn, dat we hier wat met dit ook zijn, een soort ongrijpbare organisatie, dat meer kracht heeft. Het vacuüm, de kracht van het vacuüm, dat we. Want dat trekt energie aan. Dat is misschien heel abstract. Dat is zitten we richting filosofie, dat is een ander programma misschien. Ja. Maar ik geloof er heilig in. Ik geloof dat de actiebeweging juist energie is kwijtgeraakt doordat ze zich geïdentificeerd hebben met hun tegenstander. En ik geloof dat juist deze groene energie die hier in de grond zit, juist die vacuümenergie kan voeden. We hebben grote vraagtekens bij de juridische basis van dit verhaal. En we zijn bezig natuurlijk, we gaan natuurlijk niet weg hier. We hebben juist nu heel veel steun vanuit de buurt, vanuit het welzijn,
vanuit de stadsdeel, de buurtorganisaties. Het is we hebben met een groep ouders zijn we bezig om hier natuurgerichte kinderopvang te realiseren. We hebben een maaltijdvoorziening. Het zijn allemaal dingen die ook passen bij het schooltuin gebeuren. Het is niet zo dat we daar haaks op staan. We hebben ook aangeboden dat de schooltuin deze ruimte kan gebruiken. Wij bieden met onze moestuin ook een soort alternatieve schooltuin aan. We doen daar biologische tuinieren, hè, met heel natuurlijk tuinieren. Terwijl die schooltuin, ja, dat zie je hier wel, dat is gewoon gangbare landbouw. Dus we hebben ook aangeboden, we willen graag met jullie samenwerken. Maar die manager die veegde dat in één slag van tafel. Wij gaan eigenlijk uit van soepgroentes. Dus we verbouwen vooral dingen die mensen, die klanten van de voedselbank kennen, die niet zo ingewikkeld zijn. Dus allerlei groentes die je in principe in de soep kunt doen. Wortelen, prei, uien, aardappelen, natuurlijk ook heel veel sla-soorten, hè, maar echt de basisgroentes verbouwen. Een bessentuin die staat helemaal vol met rode bessen, witte bessen, zwarte bessen, blauwe bessen, frambozen en één appelboom. En die moet helemaal in het net vanwege de vogels. En hier gaan we ook met kinderen, want we hebben hier ook natuurgerichte kinderopvang. Gaan we hier, als de bessen rijp zijn, mogen kinderen hier lekker bessen plukken. En meteen opeten. Niet in hun zak stoppen, want dat doen ze altijd. Dat wordt een kliederboel. De bladeren komen er al aan. Dit zijn rode bessen. Maar verder is het nog niet. Het is pas maart. Je ziet dat hier heel veel gezaaid is. Overal staan al bordjes bij met wat erin gezaaid is. Dit is vooral tegen de duiven, die slierten. En we hebben heel erg veel last van konijnen. Dus overal moeten hekken omheen tegen de konijnen, want die eten anders alles op. En wij verbouwen ook een beetje op de permacultuur manier. Dat is een speciale manier van biologische landbouw, waarbij je, of tuinbouw, waarbij je heel erg rekening houdt met de omgeving. Waar is een tuin? Wat zijn de omgevingsfactoren? Waar ga je dan van uit? En een van de dingen, we hebben daar ook een cursus voor georganiseerd voor al onze vrijwilligers. We hebben iets van 30 vrijwilligers uit de buurt, buurtbewoners. We hebben een cursus georganiseerd moestuinieren. En een van de dingen die we geleerd hebben is om, als je begint met de moestuin in februari, maart, om dan spinazie te gaan zaaien. Want de spinazie komt eerder op dan het onkruid. Dus je hebt dan vrijwel geen onkruid. En je kan het oogsten. En het is ook nog eens heel goed voor de bodem. Dus dat is ook iets wat wij volgen. En je ziet het hier, wat hier allemaal opkomt. Deze sprietjes. Dat is allemaal spinazie. En geen onkruid. Ja, dit is zo... Dat is zo verslagen ondenkbaar dat we op deze manier weggaan. Dus we... Okay, wat gaan we daar aan doen? Want er moet dus wel degelijk weer een groene vuist gemaakt worden, ja, om Nemoland te redden. Ja. Wat zou een goed actieplan zijn? Nou, in ieder geval draagvlak zoeken in de buurt. We merken dat dit verschijnsel niet alleen ons raakt, maar dat dat in de hele samenleving raakt. Dat zie je ook in het beleid van DWI, dat zie je bij de gemeente. Dus we zoeken allianties met buurtbewoners, met buurtorganisaties, groene organisaties, buurtmedia. We hebben een heel goed contact met de staatskrant, die zelf ook problemen heeft. Dus we proberen een soort groene vuist te maken, of soort, een groene vuist te maken. Wat symbool wordt, kan worden voor veel meer bedreigingen in de buurt. Want de hele samenleving is aan het veranderen. Officieel zijn we een participatiesamenleving. Maar alle middelen voor participatie worden gewoon weggesaneerd. Dit is in feite van bovenaf wordt er een hele structuur op het schooltuinwerk gezet. Terwijl juist vanuit de buurt, vanuit de basis, juist heel veel initiatieven zijn. Die dus nu weggesneden werd. Little bird up in a tree, look down and sing a song to me. A trout in a shiny brook, give a woman love and look at home and not to worry about my life.